overwint vaak mijn angsten door het gewoon te doen. Dus door... nou, jij was vrijdag met me mee naar een bijeenkomst waar ik moest tekenen. En ik wist dat ik daar in het Engels zou moeten presenteren. Maar ik was daar heel nerveus voor. Omdat ik eigenlijk nog niet zo... Omdat ik vond dat ik niet goed genoeg Engels kon. Maar ik heb het wel gedaan. En nu denk ik, oké, het ging niet super goed. Ik ga beter Engels leren. Maar doordat ik het gewoon doe, dus doordat ik een presentatie gaf, daardoor wordt het wat kleiner dan een heel groot monster in mijn hoofd. En door... Ik overwin echt mijn angsten door het gewoon te doen. En soms merk ik dan, oké, ik moet beter worden in iets. En soms merk ik dat mijn angst heel erg irreëel was. Dus alleen maar bestond in mijn hoofd. Dat het niet nodig is. Ja. Iemand zei een keer tegen mij dat waar je grootste angst is, daar zit ook je grootste verlangen. En dat is iets wat voor mij tot nu toe altijd waar blijkt te zijn. Dus dat wat ik het liefste wil, dat daar ook vaak heel veel angst en onzekerheid bij zit. Alleen dat als ik dat toch nastreef, dat dat dan wel iets is wat mijn hart echt ingeeft. Ja, een van de dapperste dingen die ik heb gedaan in mijn leven is teruggaan naar de basisschool waar ik werd gepest. Dat heb ik nog niet zo heel lang geleden gedaan. Dat was een paar maanden geleden. Omdat ik me realiseerde dat een deel van mijn onzekerheid en angsten nu, als volwassene, die komen deels voort uit wat ik als kind heb meegemaakt. Ik ben best wel lang gepest, van groep 3 tot en met groep 7, denk ik. En ik weet niet, iets zei me van als ik terugga nu als volwassen vrouw naar de plek waar ik als kind bang was, dat zou me helpen met... Ja, meer vrijheid krijgen voor mezelf. Dus ik weet nog heel goed dat ik in de auto zat op de snelweg op weg naar mijn oude basisschool. En dat ik echt, het hart klopte echt in mijn keel. Maar ik ben super blij dat ik dat heb gedaan. Ja, dapperheid en kunst vind ik ook wel een mooie combinatie. Ik denk dat... Oké, dat hoe echter het is wat ik maak als kunstenaar, dus hoe eerlijker mijn werk is, gewoon door emoties daarin toe te laten, of wanneer ik een illustratie maak door daar thema's in aan te snijden waar ik echt over nadenk, hoe meer ik zelf me openstel, ook in dat wat ik maak, en dat deel met andere mensen, hoe meer ik merk dat dat juist... Ik weet niet, iets raakte bij de ander. Dus voor mij zit dapperheid erin om mezelf open te stellen, ook in mijn kunst. En om, ook al voelt het heel kwetsbaar, toch te laten zien wat ik maak. Ja. Nou. ik ben het meest gelukkig wanneer ik... Ik kan doen wat ik leuk vind. Ik denk dat ik wel het meest gelukkig ben als ik aan het schilderen ben. En als ik echt in een soort flow kom. Waarin ik me niet druk maak over wat het moet worden. Of wat andere mensen ervan vinden. Maar wanneer ik gewoon in het moment aan het creëren ben. Ja. Dan stroomt het gewoon. Dan... Ja, voel ik me heel erg één met mezelf. Of dan... Of één met mezelf klinkt een beetje gek, maar... Dat zijn ook alle gedachten die ik altijd heb, die zijn gewoon even stil. Dus dan, ja... Dan ben ik wel gelukkig.
Ja, ik denk dat dapper zijn, dat een weg naar geluk is. Dat denk ik. En naar echt zijn wie we zijn. Dus heel vaak, of wel laat ik voor mezelf spreken, op het moment dat ik niet dapper ben, luister ik, geef ik eigenlijk mijn angsten het hoogste woord. Bijvoorbeeld door niet voor mezelf te beginnen. Of door niet een relatie aan te gaan met een man van wie ik hou. Dat zou ik allemaal niet doen, omdat ik dat te spannend zou vinden. Maar daarmee zet ik voor mezelf heel veel wegen naar geluk af, zeg maar. Ik denk dat, en ik zie dat ook eigenlijk wel bij mensen om me heen, dat op het moment dat ze dappere keuzes maken, dat dat ook voor heel veel joy, heel veel geluk zorgt. Omdat ze dan doen wat hun hart echt zegt. Wat ze echt willen. Dat is wat ik denk.